Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom aan een nieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nandowing. Lekkering. Zeker lekkering. Heerlijk. Nou, vandaag gaan we Venus gewoon halen. De vorige keer heb je een goede grind sessie gehad. Precies. Je zou kunnen zeggen, dit kan niet fout gaan. Nee. Anders zou dat niet meer normaal zijn, zoals Mark Evans zou zeggen. Ja, zeg dat wel. Kijk, we beginnen met Blaziken en de Sneasel, oké. Ik ben benieuwd of je nu wel die Steelix kan one-shotten. Als ik Heatwave, dan raak ik Sneasel ook, of niet? Nee, als het goed is niet. Oh, nice. Kijk, Ice Punch. Hoppatee! Hoppateeing! Hoppateeing! Nou, dit wordt de KO. In ieder geval van de Venus, hoor. Ja. Lankering. Oh, nice! Kabooming! Kaboom! Ja, die zag ze niet aankomen. Nee. Oh. Ah, dat is weer een beetje jammer. Dit, ja. Dat wordt een attract waarschijnlijk. Denk ik. Delcatty. Oké. Het kan nog werken. Op de plek. Oké. Nou ja, Aurora Spear op de Delcatty dan, toch? Precies. Yes. Oh, dat is de verkeerde. Oh, doe ik het verkeerd? Ja, je deed de Aurora Spear op de Venusaur. Nou, gelukkig leg jij op. Ja. Ik dacht al, nee. Oké, Helping Hand. Waarschijnlijk wordt het dan Sludge Bomb. We gaan eventjes eerst hier doorheen en dan zullen we wel over wat luchters gaan praten, denk ik. Dat is goed. Ah, dit is een beetje zuur. Ah, dit is ook een beetje zuur. Oh. Oh, hit het doorheen. Nice. Nou, dan ben je ook gelijk van die attract af. Ja. Kijk, het gaat goed. Oké, ik gok Ampharos. Even kijken. Jazeker. Maar die is nu ook Dragon, hè? Dus ik kan gewoon Ice Punch blijven doen. Yes, ja zeker. Wat je zou kunnen doen is Heatwave zelfs. Dan raken ze allebei natuurlijk. Ja. Ah, je bent zo'n slimpy, hè? Je bent zo'n Pokémon Master. Ja, zeker. Hij resist het wel omdat hij Dragon is, maar... Ja, maar dat is een klein beetje... Oh, ja. die andere dude. Ja, maar alle damages meegenomen. Dat is waar, ja. Dus vandaar. En de Ice Punch is step, hè, dus dat kan best wel wat damage doen. Ah, ik ben benieuwd. Kijk. Benet. Nou ja, Ampharos is heel traag, dus dat zit altijd wel mee. Frozen? Nee. Oké. Ik kan er nog mee werken. Elke keer op die Sneasel. Zal ik even kijken... Aura Sphere op Ampharos en dan iets van... Heb ik een dark aanval op Sneasel? Volgens mij wel. Weet ik niet zeker. Night Slash. Nou, kijk eens aan. Nou, hopelijk is dit de KO dan. Ja. Ik wil trouwens nog met jou iets over hebben. Straks over wat luchtigers na dit. Oké, ja. Is prima. Maar we hebben genoeg afleveringen te gaan, dus dat komt vast goed. Yes. En die grindsessie was wel echt goed. Ja. Je hebt nog geen enkele Pokémon verloren. Nee. Reggie Ice. Nou, dit wordt KO. Nee. Oh, net niet. Nou ja. Oké, dat is niet zo heel erg. Sneasel heeft in principe al zijn werk gedaan. Mm-hmm. Nou, je kan hem nog gebruiken om die Benet te killen nu. Ja. En Reggie Ice, ik neem aan dat je die wil vangen. Ja, ik ga wel mijn best doen. Kijk, ja, dan is inderdaad Bounce het beste en dan Night Slash op die Benet. Dat zag er echt heel lame uit. Ja. ik neem aan dat ze de animatie voor Fly gebruiken, want volgens mij zal Bounce ook niet in Gen 3. Ah, oké. Al wel. Nu weet ik het niet zeker. Wacht, dat is wel een Gen 3 toch, Bounce? Volgens mij wel. Ik heb zo'n gevoel, ik gok van wel, maar wie weet. Ik google Bounce en ik krijg Bounce Valley. Dat denk ik niet wat... even kijken hoor. AGG Ron. Ja, is inderdaad Gen 3. Nee, dan had ik het mis. Maar ze gebruiken dezelfde animatie voor Fly in principe. Oké.
eens kijken hoeveel bang is dit. Oké. Maar je doet nu Screech, dus als je raakt, dan is die defense heel erg gedropt. Dan zou je eventueel nog een bounce kunnen doen. Ja. Oh, wacht, clear body. Oh, maar dat is niet erg, dat is alleen maar... de andere is allemaal super effective. Ja. Misschien dat je een bal dan kan gooien, gewoon randomly, YOLO bal. Hoe deed ik de dupe ding ook alweer? Oké, nou ja, je klikt de bal aan met de eerste Pokémon. Ja. Use. Nou, die gebruik je dan. En met de tweede dan ga je naar items. Dan druk je op X. Even X. Druk je op X. En dan met een andere bal verwisselen en dan B. En dan heb je hem. En dan kan je nu met die egg roll kan je een move doen. Ja. Kijken. Rock Slide? Ja, het is wel super effective, maar volgens mij heeft hij wel een redelijke defense. Ja, en als je dood gaat, is het ook zo. Dan moet je wel spannen. Nee, we hebben al de Regirock. Dat is het belangrijkste. Kijken, een defense van 100 heeft Regice. Het zal vast niet killen. Nou, hij krijgt sowieso de Omni Boost. Nou, de vorige keer kreeg hij het niet. Nee, maar nu wel. Nee. Het zou me niks verbazen. Ja, dat is waar. Het zou me ook niks verbazen. Oké. Ik zou het nog een keer kunnen doen. Nou, ik zou het wel doen. Ja. Dan gewoon nog weer zo'n lekkere ultra balletje gooien. Dupe. Ja. Anders is dat... verspilling en dat is een Engels woord. Dat is een woord. Ja. Sander zou trots op ons zijn. Holy shit. Sander, als je kijkt, laat het even in de comments weten. Zeg dan lekkering. Lekkering. Oké. Ancient power. In principe zou die Omni Boost niet erg zijn op dit moment. Nou, dat krijgt hij alsnog niet. Nice. Nou, perfect. En die Red Eyes die doet helemaal geen shadow. Zal ik een timerbal gooien? Oh ja, dat kan. Waren we trouwens achter... We waren erachter gekomen of het nou wel of niet meetelt in de battle, toch? Dus al die beurten dat de Red Eyes er nog niet is. Ik zou call doen. Oh. Of screech, ja. Kan ook. Nee, ik weet niet of we erachter waren gekomen. Want we hadden het wel geprobeerd volgens mij. Ik zeg wij hadden, maar jij speelt alleen. Ja, maar wij spelen het samen, dus het is op zich vrij. Oké, ik weet niet. Wacht, misschien dat ik hem even kan googlen. Timerball. Hey, GG bro. Ga ik even kijken hoe dat werkt. If used in a trainer battle, will deflect it. Dodge it, wasting the ball. Oké. Dus ze weten wel van. Oké. Het staat er niet in op. Maar je hebt hem al. Ja. Ik denk wel dat het werkt hoor. Oké, maar ik kijk ook op Bulbapedia. Ja. Ik ga wel naar Cherubi. Ik ga wel naar Cherubi. Even kijken. Nou, en nu is ze verdrietig. Dat ze heeft verloren. Oh nee, niet verdrietig. Verdrietiging, en nu probeert ze te... Is dit de left disc? Nee, TM. En die krijg je ergens. Moet je naar beneden? Ja, naar beneden. Moet ik dit pakken? Nee, in principe niet. Maar dit is eigenlijk... Ja, lore story over de Shadow Pokémons ofzo. Hey, Quillfish. Ja. Slakoff. Lotad. Galarian Zigzagoon. Ik zie hier gewoon een Zigzagoon erin. Nou, ik niet. Okay. Laron. En een Slaking. Ja, een Slaking. Nice. Nou, zij gaat de lift nemen en wij moeten de trap nemen. Maar als je hier tegen die deur praat. Het is tof, alsof je tegen die deur praat. Inderdaad, ja. En als je dan naar boven gaat, dan kan je healen. Oh, ja? Ja. Healing? Healing?
En dit is de Under Colosseum. Wow, dit is een Colosseum in de Under? Ja, en in de Deep Under zit ook een Colosseum. Is er een Deep Under? Er is een Deep Under. Dan moet je de volgens mij de D-disc heet dat. Ja. Of het is de down. Nee, het is niet de down disc, maar het is niet U-disc, want de U-disc is voor omhoog. Wow, ja. En ik kan alvast zeggen, als je een U-disc hebt, dan krijg je een time flute, als het goed is. Oh. En eigenlijk zou je nu hier achter moeten staan, achter die chick waar ze vandaan kwam, maar dit speelt zich automatisch af en ze gaat daar naartoe, naar dat hok. Want wij kunnen die lift niet nemen, wij moeten de trap helaas nemen. En dan moeten we zeker 100 keer vechten. Ja, zeker. Even kijken. Nou, op Serbië staat alleen maar de catch value en de status modifier ofzo, hoe het werkt. Maar niks in over. Ik dacht even Ursa Luna, maar het is Ursa Rain. Oh, dat was wel vet geweest, maar ja. Ik denk dat ze dat er niet in kunnen zetten. Oké, en nu gaan we over luchtige dingen praten, want dit zijn een beetje normale battles. Wou er jou over praten? Ja, jij wilde het over Pokémon Going hebben. Dat is waar, ja. Zeg dit in. Ik had weer vandaag wat van die research tasks gedaan en zo. Oh, alleen, nice. Nu moet ik weer Rocket Leaders gaan verslaan. Maar ja, ik heb hier geen Rocket Leaders. Die Rocket Leaders, die spannen als je 6 van die dingetjes hebt. Dus dan moet je 6 van die grunts verslaan. En dan komen ze of in een luchtballon, of ze kunnen in Pokestop zitten. Ja, want ik had ze eerst wel, maar toen was ik blij dat ik ze kwijt was, omdat ik grunts moest verslaan voor de research stuff. Mm-hmm. En nu heb je ze weer nodig. Ja, nu heb ik ze weer nodig. En ik haat echt die Ditto. ben je ook Ditto tegengekomen dan steeds? Niet Zorua. Ik ben nog helemaal niemand tegengekomen. Ik kom nooit een Ditto tegen. Oh, ik dacht juist dat je... Nee, ik kom nooit een Ditto tegen. Ik heb opgezocht welke Pokémon er allemaal Ditto kunnen zijn op een boy, maar ik kom die Pokémon al bijna nooit tegen. Maar Ditto is toch ook altijd eigenlijk je buddy Pokémon, of niet? Dacht ik. Nee. Pokémon Go. Is het alleen Zorua die in jouw buddy Pokémon verandert. Ah, oké. Okay. Want die heeft natuurlijk ook zo'n ability in de game dat hij zichzelf vermomt. En als je dan met je dan loopt en ineens zie je een Pokémon die dezelfde ding is als je buddy. Zoals je bijvoorbeeld Garchomp hebt. Yeah. Zie je ineens op je map een Garchomp, denk je, oh vet, een Garchomp. Yeah. En dan vang je hem. En dan is de Zorua. Is de fucking Zorua. Nee, Ditto is een handjevol Pokémon. Het zijn 8 Pokémon op het moment die het kunnen zijn. Een Diglett, een Tympel, een Grimer. Nog een aantal meer. Even kijken. Oh, ik heb de lijst gevonden. Ja. Snubbull, Corphish, ja. Starly, Roggenrola en Litleo. Nou ja. Dat is wel echt heel zuur. ik heb 1 normale en 1 shiny. Als ik er nog eentje had, dan had ik die geruild. Ja, maar zou dat tellen? Want je moet hem vangen. Ja, dat weet ik niet. Het lijkt mij haast niet. Maar goed, die challenge is niet het ergste wat je hebt hoor. Er zijn nog ergere. Ik bedoel, ik zit met eentje bezig waar ik 10 best buddies moet hebben. Ik heb nog niet eens 1 best buddy. Maar dat is omdat ik gewoon die buddy systeem niet gebruik. En nu moet ik het ineens gebruiken. In principe moet jij, om een best buddy te krijgen, moet je Pokémon die je als buddy hebt 300 hartjes krijgen. En ik heb sinds eergisteren of zo heb ik Garchomp nu als mijn buddy. Mm-hmm. En ik moet nog 285 hartjes verdienen. En je kan er per dag
kijken. 6. Nou ja, het is een beetje lastig om alles op één dag te krijgen, maar als je het perfect zou spelen, dan zou je 19, dan zou je 13 hartjes op een dag kunnen krijgen. Tenzij je een poffin gebruikt. Want dan kan je het dubbele krijgen. Dan kan je dus een stuk of 20 of zo, bijna 30 hartjes per dag krijgen. Maar ja, dan moet je ook genoeg van die poffins hebben. Gedoe. Dat is heel erg gedoe. Ja, ik heb er ook niet zoveel zin in. Ik heb net nog eigenlijk tijdens het avondeten wat gremlins gevangen. En ik heb eentje met... Maar nu is er toch geen community dingen meer? Nee, het is nu net voor... Het is om 8:30 of zo voorbij. Of was het voorbij? Ja, het duurde echt heel lang. Want ze bleven nog spannen en ik zag nog steeds in mijn scherm staan dat er een bonus actief was. Dus ja. Maar ik vind er eentje die bijna alle stats 100 had. Die had 14 in attack van de 15, 14 van de 15 in defense en 15 HP. Dus die heb ik gelijk ge-evolved naar Vikavolt. Nice. Ja, dan moet je bij zo'n zo'n lure gebruiken, toch? Ja. Een metal lure, ja, dat was echt super kut. Ja. Nou ja, ik heb mazzel dat er sinds een paar maanden geleden nu een stop naast mijn huis is. En niet alleen de gym. Dus ik kan gewoon vanuit mijn huis kan ik dat fixen. Ja. Dat is wel nice. En ik was bezig met de goede Gen 9 starter krijgen uit een ei. Maar je kon ze alleen via een 7 kilometer ei krijgen van een gift van een vriend van je. Zo'n gele ei. Ja, alleen ik heb er al een paar geopend. Ik heb wel een goede Quaxly eruit gekregen. Mm-hmm. Ik kreeg een minder goede... Hoe heet die Pokémon? Sprigatito? Sprigatito, inderdaad. Zo'n kutvark. Nee, Lechonk. Lechonk. Ja, maar die wilde ik echt absoluut niet. Want ik moet alleen nog een goede Fuecoco hebben. Maar die heb ik nog niet gekregen. Ik heb nu... Moet ik even kijken. Ja, ik heb maar één eitje waar een Fuecoco in kan zitten. En al die andere gifts heb ik al geopend. En ik dacht, ja, het duurt echt vet lang. Want een 7 kilometer lopen, dat doe ik niet in een dag. Nee, ik heb geluk dat ik werk en dan gewoon Adventure Sync aan heb staan. Kijk. Dus ik elke keer aan het einde van de dag als ik mijn ding open, ja, eitjes. Hey. Nou, zelfs al doe ik dat. Kijk, toen ik nog bij de post werkte, was het een ander verhaal. Dan had ik met een dag, als ik dan met de fiets werkte, dan had ik zeker een eitje uitgelopen. Maar toen ik zo'n scooterachtig ding kreeg, dan werd het al wel iets minder. Mm-hmm. Maar nu is het echt verschrikkelijk, want ik reis met het openbaar vervoer naar mijn werk. Dus ik krijg misschien max 2 kilometer op een dag. Ja. Maar het kan nog helpen als ik de hond uitlaat, dat is een extra kilometertje. Maar het helpt alleen niet dat ik nog een stuk of 5-10 kilometer eieren in mijn bek heb zitten. Nee, dat helpt inderdaad niet, nee. Maar ik ben wel slim geweest. Ik heb de 12 kilometer eieren, die zitten allebei in de bonus storage. Ja, precies. Die 12, maar dat kan toch ook alleen maar met 12 kilometer eieren in de bonus storage? Nee, ja, dat zijn de enige eieren die in die bonus storage kunnen. Maar je kan ze ook in je normale storage hebben en dat is eigenlijk een verspilling. Dus dat wil je eigenlijk nooit hebben. Nou ja, dat wil ik gelukkig voorkomen. Ik moet nog even kijken of ik een... want ik heb een remote pas. Ik ga zo'n app dan gebruiken, dat heet Poker Raid. En dan kan je een raid zetten en dan kan je mensen, zeg maar, jouw friendcode laten invullen om je dan toe te voegen. En dan kan jij hun dan toevoegen. En dan kunnen ze jou uitnodigen voor een raid die zij dan hosten. Oké. En dat kan je dan ook met mensen uit het buitenland doen. Dus ik ga via die weg ga ik dan proberen om nog even een Raikou te scoren. Want die zou heel goed zijn in raids. En Entei en Suicune zou niet zo goed zijn.
Okay. Ik heb vandaag nog een Entei raid gedaan, maar ik kreeg een 2 sterren, dus daar ben ik wel teleurgesteld over. Maar het is wel Entei Candy, dus ja. En ik moet kijken hoeveel raids moet ik nog doen. Want we hebben 59 dagen voor die Timed Investigation for a Master Ball. Mm-hmm. Kijk, ik moet nog 37 raids doen. Nou, dan, ik denk dat dat wel op zich te doen is. Ik denk alleen het eieren, dat wordt een beetje lastig. Ja. Ik zit nu op 9 van de 30. Ah, misschien. Allemaal 2 kilometer eitjes. Ja, als ik die vind, maar... Het laagste wat ik heb op dit moment is een 5 kilometer ei. De rest is erboven. Nou, ik heb wel 2 incubators. Eén gewone en eentje die je 3 keer kan gebruiken. Ja, ook zo'n boost incubator of wat niet? Nee, het is niet zo super helaas. Maar je hebt wel eentje gebruikt voor een 10 kilometer ei. Ja, dat is wel slim hoor. Dat heb ik ook heel vaak gedaan. Ik zit eraan te denken om geld uit te geven voor coins. Ja, dat had ik ook al. Terwijl ik denk van, ja, maar ik ben net pas weer begonnen en ik hou het toch niet heel lang vol. True. En ja, het is wel een beetje verspilling van geld. Mm-hmm. En dus verspilling is me dan wel weer een Engels leenwoord. Inderdaad. Dus ik loop al, denk ik, 1 of 2 weken met die gedachte. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ja, heb ik het nog niet gedaan. Ik dacht, ja, maar ik kan ook een game kopen. Speaking of game kopen, ik heb vandaag weer wat besteld. Oh jee, wat heb je nou weer besteld? De nieuwe Assassin's Creed die... Kijken, over 2 weken uitkomt. Nice. Maar die was €40, dus dat vind ik... Oh, dat vind ik echt weinig voor een nieuwe Assassin's Creed. Ja, maar ik ga er ook niet van uit dat het meer dan 20 uur is. Die game. Maar dan blijf ik het raar vinden. Ik denk gewoon van dat ze zoiets hadden van, nou ja, hier kan je niet zoveel uren aan content uithalen, dus kunnen we hem wat goedkoper maken of wat dan ook. Dat denk ik dan tenminste. Maar ik vond het wel een leuke verrassing op zich, dus ik had eerst gewacht, want ik dacht, nou, ik wacht wel eerst de reviews af. En toen dacht ik vandaag ineens, nou ja, weet je, fuck it. Het scheelt me toch €20, want normaal gesproken is het 60 zo'n game. En ik zat ook te kijken voor die nieuwe amiibo's. Die van Tears of the Kingdom, de Zelda en de Ganondorf. Maar die zijn overal weer uitverkocht. Nice. Yep. Behalve bij Nintendo's shop zelf. Maar ik heb geen creditcard. En je kan ze alleen met een creditcard pre-orderen. Met uitzondering van 28 dagen voordat... voordat die uitkomt, want dan kan je PayPal gebruiken volgens mij. Oh. Dus mijn strategie is nu wachten totdat ik PayPal kan gebruiken. Mm. Want diezelfde amiibo die is iets van €15, maar als je online gaat kijken voor hoeveel je kan kopen, zie je overal zoiets van €30. Oh ja. Ik denk, nou, dan kan ik net zo goed even wachten bij die Nintendo site en anders ja, ben ik de lul. Maar ik ga in ieder geval niet alle amiibo's kopen die er zijn. Dat is een beetje te veel. Misschien wel van een serie. Dus als ik dan een collectie ga halen... Dan... Alle Super Smash Bros. Ultimate amiibo's. Nee. Nee, dan ga ik voor zo'n sub. Dan bedoel ik echt zo'n sub. Dus dan alleen de Legend of Zelda amiibo's bijvoorbeeld. Ja, precies. Alleen ik zag wel dat die, hoe noem je dat, de Champions amiibo's, dus Revali, Dakim of zo, en zeg ik Dakim? Ja, ik snap hem. Die Goron, et cetera, die zijn wel samen €100. Dat is wel een beetje... Dat is een big oef. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.